Ja, dit is hem weer. Meester Sander pakt uit. Yay! Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Meester Sander pakt uit. Speciaal voor alle lezers van het tijdschrift Juf en Meester pak ik dingen uit met kinderen uit mijn klas. Deze keer doe ik dat samen met... Hoi, ik ben Tijn. Het is de Tiptoy-daus. In deze video gaan we de Tiptoy boerderijset bekijken. Kijk, ik heb de pen al vast. Tiptoy is een interactief leersysteem. Deze stift heb je nodig en daarmee worden boeken en materialen interactief en het is dus echt een leersysteem. Bij de boerderijset zitten verschillende dieren en een hele boerderij die je in 3D kunt opbouwen. Als de boerderij staat, kun je ermee gaan spelen met de stift. Je meldt je aan bij het aansymbool en de stift weet dat je met de boerderijset gaat spelen. Je kunt op het oog klikken, dan vertelt hij wat je ziet. Dit is erg handig voor de woordenschat. Dit is Lucies fiets. Als je op het lampje klikt, krijg je een weetje. Druk je. Op het blauwe knopje, dan gaat diegene wat vertellen. Het leukste onderdeel is die met de dobbelsteen. Nu kun je een van de drie spellen kiezen. Ook kun je natuurlijk op de dieren klikken. Dit is erg leuk. Ook kun je de set nog uitbreiden met andere dieren. Oh, je hebt dus gezien dat kinderen zelfstandig met deze boerderij aan de slag kunnen gaan. Door middel van de stift kunnen kinderen zelf bekijken. Wat er allemaal gebeurt op een boerderij. Ik vind het zo leuk, omdat, omdat, het, omdat er zo leuke dieren bij zitten. Hoe kun je de door nou gebruiken in de klas? Het gaat dan met name over de kleuterklas, waarbij je bijvoorbeeld in de kring, tijdens het thema boerderij, in de kring kunt zetten en erover kunt praten. Beluister wel eerst als leerkracht ook alle scènes, zodat jij weet hoe de stift alles benoemt. Je kunt natuurlijk ook de quizvragen zelf in de klas spelen. Daarna kunnen de kinderen het weer herhalen door het zelf nog een keer te doen. Ook daar de boerderij het gewoon uit tot spel. Haal de stift weg en de kinderen kunnen er prachtig mee spelen. Het enige nadeel wat ik heb gemerkt is dat de stift nog wel drukgevoelig is. Als hij soms niet reageert, drukken de kinderen heel hard met de stift. Dit vind ik wel een nadeel van deze tiptoy stift. Als de kinderen de tiptoe gebruiken in de klas, is het handig als ze een koptelefoon opzetten. Deze sluit je aan op de stift en zo kunnen ze goed horen wat de tiptoe hen vertelt. Nou, inpakken of toch houden? Ik wil het in de klas houden, omdat het zo leuk is. Ik weet het wel. Volgende keer bij Thema Boerderij gebruik ik heel graag weer deze set. Ik ga hem ook zeker bewaren en volgend jaar weer gebruiken in de klas.